Hallo en welkom op onze academie. Ik stel mij kort even voor: ik ben Thomas Hosten, ICT-coördinator aan de academie te Ieper. Onze school koos als digitaal platform voor de Google G Suite en ik ga jullie kort even uitleggen hoe, hoe jullie daar makkelijk kunnen op kunnen aanmelden. Je opent een browser op je computer: dat mag Firefox zijn, dat mag Google Chrome zijn, bij voorkeur niet uh, Internet Explorer, Edge of Chrome. Je maar het zal ook werken in, uh, in die browsers. En je surft naar google.be of google.com. Nu heb je al twee mogelijkheden. Ofwel ben je, of is er iemand aangemeld uh, op jouw computer met een Google-account? Dat zie je in de rechterhoek bovenaan. staat er zo'n bolletje met een letter of een foto. In mijn geval ben ik hier nu aangemeld met mijn account van de academie. Het is makkelijk als je die eerst afmaalt. Hoe doe je dat? Je klikt op dat bolletje, eventueel een beetje naar beneden. Scrollen en uitloggen. Zeggen. De volgende stap is uiteraard inloggen met jouw eigen Academie-account. Ook hier zijn er weer verschillende mogelijkheden. Als er nog nooit iemand aangemeld heeft op jouw computer, zie je die stap niet. Um, als er al iemand ooit aangemeld is met een Google-account, zal je hier vermoedelijk één of meerdere accounts zien staan. En dan moet je zeggen: een ander account gebruiken. Het e-mailadres is jouw voornaam.familienaam at academie Je ziet, ik kreeg hier al een aantal suggesties van eerdere aanmelding. Dat kan ook gebeuren op jouw computer. In dit geval mogen we dit negeren. Ik heb een nieuwe gebruiker aangemaakt met de belluidende naam Antonio Vivaldi at academie hyper.be. Let op, voornamen. Alle rare tekens zijn er uitgehaald. Rare tekens als accentjes, spaties, zijn allemaal uitgehaald. Ook in de familienamen trouwens. Het enige teken dat behouden is, is het liggend streepje. Dus Antonio Vivaldi gaat proberen aanmelden. Het is de eerste keer. Jullie hebben allemaal van mij een wachtwoord gekregen. Een initieel wachtwoord. En dat is IPER 8900 IPER. Ik laat het even zien. Hyper8900. Hyper is jullie initiële wachtwoord. Dit is maar één keer geldig, namelijk bij de eerste aanmelding. Ik klik op Volgende. Hij zal u vragen om het eventueel op te slaan. Indien het uw persoonlijke computer is, kan dat in principe niet veel kwaad. Ik ga het nu niet direct doen. En hij zal je meteen welkom heten bij je nieuwe account. Je accepteert het privacybeleid van Google en de servicevoorwaarden. En hij zal direct vragen van geef mij een eigen persoonlijk wachtwoord. Ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen barokmuziek. Neem een beetje een veilig wachtwoord, barokmuziek 2020 bijvoorbeeld. We blijven bij Vivaldi en ik doe wachtwoord wijzigen. Eventueel vraagt u weer om op te slaan. Ik ga dat niet doen. Meer is er niet nodig. Je bent aangemeld en je ziet het hier ook bovenaan dat onze vriend Antonio op dit moment aangemeld is met zijn Google-account. Dit is de eerste stap die je moet doorlopen om op, onze digitaal, op ons digitaal platform te kunnen werken.